Gelderland is veel mooie natuur. Zoals in de Ooijpolder bij Nijmegen en op de Stuwwal. Vanaf de Stuwwal stromen tientallen beekjes naar beneden, richting de rivier de Waal. Hier horen bijzondere planten en dieren bij. En vooral bijzondere vissoorten. Maar die zijn hier al lang niet meer te vinden. Want hoe mooi ook, met de waternatuur gaat het niet goed. Waterschapper Bjorn Prudon is één van de mensen die zich daar druk om maken. Ik sta hier bij de bron van een van de beken die uit deze stuwwal komt. En we zien hier dat een bron uit de stuwwal komt omdat hier overal wilderig en frisgroene planten staan. De beken op de stuwwal zijn Bjorns favoriete plek. Maar ze zijn onbereikbaar voor de vissen die er thuis horen. In deze beek zit ontzettend veel leven. Dat zou je niet zeggen, want het ziet er misschien heel ondiep uit. Maar hier leven allemaal kleine waterdiertjes in. Ja, vissen hebben hier een fantastische plek om te leven. Er is voldoende voedsel. Het water is schoon, helder, mooie kwaliteit. Allemaal kleine beestjes waar ze van kunnen eten. Alle takjes die ze nodig hebben, zoals deze. En hier mooie schuilplekjes. Ja, en dit is dan het eindpunt van de beek. Van die mooie, prachtige beek met schoon, helder water. Komt dan uiteindelijk op deze plek terecht en verdwijnt hier in de bodem. En vroeger was dat logisch dat hij hier in de bodem verdween of in een sloot, want de waterkwaliteit van de beek was nog niet zo goed. Maar inmiddels is er zoveel verbeterd dat dit soort oplossingen eigenlijk niet meer bij deze tijd horen. Met het blote oog zie je er niets van omdat het onder water gebeurt, maar in het voorjaar en het najaar trekken duizenden vissen door Gelderland. Ze volgen hun instinct en zijn massaal op weg naar andere gebieden om voedsel te zoeken of zich voor te planten. Die trek hebben ze nodig om te kunnen overleven. Maar in onze tijd lukt het vissen niet om de plekken waar ze thuis horen te bereiken. En als het met de vissen niet goed gaat, gaat het met de rest van de waternatuur ook niet goed. De waterschappen, die verantwoordelijk zijn voor de waterkwaliteit en daarmee voor de waternatuur, hebben de handschoen opgepakt. Zij zijn aan de slag gegaan om het tij te keren. Van nature willen vissen meerdere plekken gebruiken om te kunnen leven. De vis moet van plek A naar plek B kunnen komen. En iedere vis doet op zijn eigen manier. En waar ze tegenaan lopen, dat zijn onder andere alle stuwen en gemalen en sluizen die we in Nederland hebben om het water te kunnen beheren zoals we dat willen. Dus wat doen we nou? We willen eigenlijk zorgen dat die vis weer goed kan leven. Dat hij weer de juiste plekken kan vinden die hij nodig heeft om op te groeien, om te kunnen overwinteren en om zijn volledige levenscyclus te volbrengen. En we doen dat door al die stuwen en gemalen gaan we kijken hoe belangrijk zijn die en hoe belangrijk zijn die voor de vis. En als ze nou belangrijk zijn voor de vis om daar voorbij te kunnen komen, dan treffen we maatregelen. En dat zijn eigenlijk maatregelen die ervoor zorgen dat de vis weer van plek A naar plek B kan komen. Een van de grootste obstakels voor vissen zijn de vele gemalen die overal in Nederland staan. Vissen kunnen er niet doorheen of raken zwaar gewond. Om te weten hoe groot dit probleem is, is een onderzoek gestart. Beroepsvisser Wilkin den Boer uit Holland doet eraan mee. Ja, ik ben vannacht onderzoek geweest doen bij een gemaal om te kijken hoe visvriendelijk het is. En ja, deze was niet visvriendelijk. En dan zie je dit soort dingen. Vissen die gewoon bij het gemaal in tweeën gesneden zijn door de pomp. Ja, hier word ik heel triest van. En daar is dat onderzoek ook voor. Heel erg concluderen van joh, daar moeten we snel wat aan doen, want ik kan niet langer zo. Zeker in de huidige maatschappij niet. Er wordt bekeken hoe vaak de schade voorkomt en wat er precies aan gedaan kan worden. Nou, we hebben ook een aantal gemalen onderzocht waar heel veel schade is. Hè? Ja, wat er veel gebeurt, zeker bij de beken. Vissen willen graag migreren. En dat is een bepaalde route die ze afleggen. En op de route komen ze een aantal barrières tegen. Ja, dat kunnen waterkrachtcentrales zijn en stuwen of gemalen. En ja, die barrières die zitten hun migratiedrang in de weg. En ja, daarom is dat een probleem. De onderzoekers hebben het zorgvuldig aangepakt en bij talloze gemalen een steekproef genomen. Wat we gedaan hebben is aan de voorkant kijken hoeveel vissen er eigenlijk bij het gemaal komen. En aan de achterkant kijken hoeveel vissen er doorheen gaan en wat de staat is van de vissen die er doorheen komt. Een blank vorentje van 13.
En nog een blank vorentje. Enerzijds kunnen we gelukkig concluderen dat we heel veel gemalen niet hoeven aan te passen of te vervangen, want die schade valt gelukkig mee. Maar wat we ook heel duidelijk kunnen doen met het resultaat is dat je kunt focussen op de probleemgevallen. Een van de probleemgevallen in Gelderland is het Hollands-Duits gemaal bij Nijmegen. Hoewel het hard nodig is om het water uit de polders te houden, vormde het gemaal lang een ondoordringbare barrière voor vissen. Ze wilden vanuit de Waal het achterland intrekken. Aan de visjes die bij het gemaal zwemmen kan Bjorn afleiden dat ze hier wel degelijk zitten. Daar in de verte zien we kleine visjes zo het water uitspringen. Die zitten allemaal voor het gemaal en ik denk dat er of gejaagd wordt door een grote snoek. Je ziet ze af en toe zo boven het water uitkomen. En we zien hier dat de vissen vanuit de Waal, die komen hier langs afzwemmen. En die zouden hier dan de Ooipolder in willen zwemmen, maar die komen daar al tegen het gemaal aan. En te beginnen bij die hekken die daar liggen. Dus de vissen die daar al te groot voor zijn, die komen daar al tegen een barrière aan. En de kleinere vissen die er doorheen kunnen zwemmen, die komen vervolgens in de pompen terecht. Nou, die draaien heel snel. Dus dit gemaal is absoluut een barrière. Daar kunnen de vissen niet doorheen. Om het gemaal toch passeerbaar te maken, is nu aan de zijkant een vispassage aangelegd, zodat de vissen om het gemaal heen kunnen zwemmen. De vissen zitten er zeker, al is dat voor leken niet echt te zien. Kijk daar, die kringen, belletjes en kringen, daar. Halverwege, drie kwart zeg maar. Daar zijn kwam, ja, daar. Hij kwam zo aanzwemmen. Toen zag je hem dat hij een beetje hier de hoek in dook. En nu blijft hij hier al even hangen. En ik denk dat hij dan zo meteen de vis erop in zwemt. Nou, hier kun je goed zien hoe de vistrap werkt. Want we zien hier allemaal stenen in de vistrap liggen. En die stenen zorgen ervoor dat het hoogteverschil wat op de rivier de Waal zit en wat hier bovenstrooms op het kanaal zit, verdeeld wordt in kleine stapjes. Hier zien we een stapje en daar zien we een stapje. En we zien hele grote stenen liggen, want achter die stenen daar is een soort stromingsluwte waar die vissen kunnen uitrusten voordat ze weer de volgende trap nemen. De vissen migreren nu vanaf de Waal stroomopwaarts. Die willen daar voorplanten opgroeien. Dus die zien we vanaf de Waal zo omhoog zwemmen langs deze trappen af. Ze springen niet zoals zalmen, maar ze gaan langs de bodem af, langs de steentjes af schuifelen ze. En dan gaan ze zo richting het beeksysteem wat hier boven strooms ligt. De route naar de Waal moet zo kort mogelijk zijn. Daarom is de vispassage dwars door de dijk aangelegd. Daarnaast ligt een pad, zodat ook andere dieren van de passage gebruik kunnen maken. Je kunt hier onder de dijk doorkijken. Boven ons ligt de dijk. En daar aan de andere kant, daar ligt de rivier de Waal. Onder water bevindt zich een mysterieuze wereld waar je niks van ziet. Langs de rivierbodem zwemmen vissen die op weg zijn naar gebieden waar ze willen leven. Dat doen ze al miljoenen jaren. Om die trek van de vissen te herstellen, worden nu op veel plekken obstakels weggehaald en vispassages aangelegd. Maar voordat je dat doet, moet je eerst weten waar de vispassages nodig zijn en om hoeveel vissen het eigenlijk gaat. Zo wordt elk knelpunt onderzocht. Nu heeft het waterschap aan beroepsvisser Bram van Wijk gevraagd om te onderzoeken of vissen door het Beuningengemaal kunnen komen, tussen de Linge en het Amsterdam-Rijnkanaal. Hier telt elke vis, hoe klein ook. Blankvoren. Ik denk dat allemaal blankvoren. Hier deze vuiken die hier staan, die staan erom om te proberen een beeld te krijgen van vis wat behoefte heeft om te migreren. Zo'n gemaal kan al een obstakel zijn met kroosrek, herrie onder water. Dus kan het wel zijn dat er aanbod is, maar dat ze er moeilijk doorheen gaan, omdat dat ze er schrik van hebben. Dus om daar een beeld van te krijgen, hebben we hier aanbodvuiken staan. Blankvoren 21. 21. En een blankvoren 17. 17. En een blankvoren 13. En een blankvoren van 12. Dat was het. De doorgang door het gemaal wordt op verschillende standen van het gemaal getest. Zo ontstaat een precies beeld. Hoewel hij het dagelijks doet, blijft Bram van Wijk het werk boeiend vinden. Je ziet ook gelijk dat het water van de Linge een andere kleur heeft. Hè?
dat er gaat mengen met het water van het Amsterdam Rijnkanaal. Met polderachtig. Omdat de vissen bij donker trekken, werken de onderzoekers vaak tot diep in de nacht en tellen zo honderden vissen per keer. Vismigratie is niet alleen in rivierenland een probleem. In het Limburgse Linnen, een stuk verder zuidelijk op de Maas, ligt een waterkrachtcentrale midden in de vissenroute. De centrale ligt niet alleen in de weg, ook zijn de turbines dodelijk voor alles wat er doorheen wil. Om uit te vinden wat eraan gedaan kan worden, is een speciaal onderzoeksteam ingeschakeld. De onderzoekers vangen gezonde alen die op weg zijn naar de centrale en geven ze een tijdelijke verdoving. We staan hier nu bij de Maas met heel erg koud en winderig weer. De afgelopen dagen heeft het ook waanzinnig geregend. Daardoor is de waterpeil in de Maas enorm gestegen. En dat is het moment voor de schieralen om te gaan migreren. De schieralen gaan in het vroege voorjaar massaal op reis. Ze volgen hun instinct en willen naar paaiplekken in de Sargassozee, 6000 kilometer hier vandaan. Voor een van de turbines is een lichtscherm geplaatst om de alen af te schrikken en om te leiden. Aan de ene kant is het natuurlijk een mooie mogelijkheid om groene stroom op te wekken. Aan de andere kant lopen vissen wel gevaar dat ze beschadigen als ze door de turbines gaan. En er wordt nu veel inspanning geleverd om te zorgen dat die vissen daar weggeschrokken worden bij die waterkrachtcentrale en over de stuw gaan. Nou, om te zien of dat ook werkt, krijgen die vissen een akoestisch merk in. En we kunnen dan precies op de meter nauwkeurig zien waar die vissen onder water zwemmen. Via dat merkje wat in de vissen operatief wordt aangebracht, kunnen we de vissen dus driedimensionaal in dit gebied volgen. De schieralen komen uit deze richting, worden hier dan weer uitgezet en komen dan via de alternatieve route naar de Noordzee toe. Of ze gaan via de waterkrachtcentrale door de turbines. We hebben hier een uitsnede van de waterkrachtcentrale. En de vissen kunnen binnen dit gebied driedimensionaal worden gevolgd. We zien hier de diepte waarop de vis zwemt. En verder zien we straks een spoor van de vis zoals die zwemt. Dit is een voorbeeld van een vis die het gebied inkomt en vrijwel rechtstreeks door de turbine gaat. En wellicht afgeschrokken door het lichtscherm wat hier staat. We hebben een tweede voorbeeld. En we zien dat deze vis naar een opening zoekt om er doorheen te zwemmen. Er zijn natuurlijk openingen, maar hij durft er toch niet aan om door het geweld van de turbines heen te gaan. En wellicht afgeschrokken door het lichtscherm verdwijnt de vis hier uit het gebied. De beesten die willen, die gaan als een gek er doorheen. Die zijn het gewoon niet meer te houden. En het is ook zo, misschien is dat die eerste vis wel een vis geweest die al een paar jaar terug is gegaan. En ja, op een gegeven moment is die drang zo groot, dan moeten ze er doorheen. Veel mensen zijn begaan met het lot van de vissen omdat hun problemen zo onzichtbaar zijn. Bjorn neemt ons mee naar het gemaal De Nieuwe Horn bij Gorkum. Hier wordt een nieuwe visvriendelijke pomp geplaatst, speciaal voor dit gemaal ontworpen. Als je een pomp hebt die heel snel draait, dan krijg je een soort blender effect. Dat klinkt akelig, maar dat is het ook. Pompjes die heel snel draaien, daar komen de vissen heen en die worden vermalen, letterlijk. Die verliezen een staart of krijgen een klap van een van de schroeven. Deze pompen die zijn veel groter, waardoor ze veel rustiger kunnen draaien, maar wel hetzelfde water kunnen verzetten. En een ander belangrijk onderdeel is niet alleen de bewegende delen, dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar een ander onderdeel is dat het drukverschil niet te groot is. Vissen hebben een zwemblaas. En die houden hun zwemblaas hebben ze nodig om mee te kunnen zwemmen. En als er in één keer hele grote drukverschillen worden blootgesteld, dan krijgen ze
Duikers hebben dat ook. Als ze heel laag komen, dan krijgen ze drukverschil in hun lichaam. Vissen hebben dat ook. En dat is heel zielig, want dan zie je eigenlijk niet dat het vis geraakt is door de pomp. Maar als je dan uiteindelijk weer probeert te gaan zwemmen, dan sterft hij een paar honderd meter later. Sterft hij gewoon aan het drukverschil, aan belletjes in zijn hoofd. Nou, in principe kunnen we zeggen dat we in Nederland de wateren die we hebben zo op slot gegooid hebben met alle stuwen en gemalen, dat onze vispopulatie steeds meer is gaan veranderen. De vissen die we vroeger hadden, die komen bijna niet meer voor. En dan worden vissen zeldzaam. Iemand die van waternatuur haar werk heeft gemaakt is Malou Dekker. Zij onderzoekt regelmatig de oevers om te kijken hoe de natuur ervoor staat en of er genoeg plekken zijn om te leven. Vissen die hebben paaiplekken nodig. En dat zijn dus of rustige stukjes in de grond waar ze dus hun eitjes af kunnen zetten. Of zetten hun eitjes vast aan waterplanten, aan stengels. Maar ook elke vis heeft dus zijn eigen voorkeur. Langs een groot deel van de Lingen worden nu natuurlijke oevers gemaakt. Beheerder Joop Ezendam kent de Lingen goed. Ook hij is begaan met de natuur en ziet de Lingen verbeteren door de aanleg van de nieuwe waterkanten. Hier staan pas geleden nieuw gezette golfschotten. Die zien er nu nog uit als een hele harde oever. Maar het zijn schotten die niet doorlopen tot op de bodem. De vissen kunnen er onderdoor. En nu is het de bedoeling dat het riet onder die schotten door gaat groeien weer. En eigenlijk die schotten over 5 jaar niet meer zichtbaar zijn. Dus dan heb je weer wel een oever die er helemaal natuurlijk uitziet. De aanleg van natuurvriendelijke oevers is dus ook een goede manier om waternatuur te herstellen. In het Zwanenbroekje in de Ooipolder heeft een eigenaar zijn boerenland omgetoverd in een mooi natuurgebied. Alle oevers zijn aangepast en het land mag er weer ruig uitzien. Vrijwilligers doen hier al het werk en ze houden precies bij hoe het Zwanenbroekje zich ontwikkelt. Dat is witte klaver, maar ik kijk ook of het misschien de bastaardklaver is. Die bloeit iets anders. Dit waren dus allemaal weilanden en het is ingericht met stroken hagen. Er zijn poelen gegraven, er loopt een beekje doorheen en daardoor zijn de omstandigheden om wilde dieren aan te trekken enorm verbeterd. En dat merken wij ook, dat hier heel veel bijzondere dieren worden aangetroffen. In de beek op het terrein is een vistrap aangelegd. De eerste jonge visjes hebben de nieuwe route al ontdekt. De visjes zijn hier vanaf de Waal, die helemaal via de grote vistrap opgekomen zijn. En die komen hier in een soort benedenloop van een beeksysteem. En die verzamelen zich hier om verder te komen het gebied in, naar richting de stuwwal. En ze zijn hier allemaal aan het springen en aan het darten. En ze hebben het hier uitstekend naar hun zin. En ze hebben goed veel schuilplekken, dus ze voelen zich niet bedreigd door vogels of door reigers of door andere vissen. En ze wachten eigenlijk op het goede moment om weer verder stroomopwaarts te gaan. En dat kan, want we hebben hier een stukje verderop weer een paar vistrappen liggen. En die het dus mogelijk maken voor de visjes om vanuit het grotere kanaal, hier de kleine benedenloop van de beek op te zwemmen en verder stroomopwaarts. Niet alle biologen zijn blij als vissen weer naar de stuwwal kunnen migreren. In het dorpje Beek op de Stuwwal bij Nijmegen leven waterdiertjes die zo bijzonder zijn dat ze op bijna geen enkele andere plek in Nederland voorkomen. De onderzoekers trotseren weer en wind om de beestjes te bestuderen. Als er ook andere dieren, zoals vissen, zouden komen, betekent dat het einde van deze zeldzame soort. Hij heeft geen Nederlandse naam, maar luister naar de mooie Latijnse naam Gammarus fossarum. En hij kan absoluut geen concurrentie aan met andere flowkreeften. Dus dat is ook
Zoals je ziet zit hij er massaal. Maar er moet ook geen andere soort bij komen ook. Dan is het ook vrij snel voor hem afgelopen. Ja, en dat zou dus heel snel het einde van deze soort kunnen betekenen als hij massaal vis naar de bovenstroompjes optrekt. En daarom worden een paar beekjes niet toegankelijk voor vissen. Bij het Hollands-Duits gemaal is het tijd voor de jaarlijkse controle, wat altijd spannend blijft. Werkt alles wel zoals het hoort? Bjorn ziet met zijn getrainde oog direct dat er al een flinke vis in de fuik zwemt. Daar gaat hij. Help, help. Hij staat. Zie je? Hij zwemt nu een rondje. Dit heet rondvissen. We hebben aan die kant hebben we een keernet neergezet, zodat de vissen niet meer kunnen ontsnappen. Die kant op. En we hebben nu net dit net uitgezet. Ja, ik heb het al gezien, ja. En die trekken we langzaam zo rond, richting het keernet. En dan brengen we hem naar de oever. En alle vissen die hier in dit compartiment zitten, in dit stukje water, die worden door dat net gevangen. We voeren vanuit het waterschap, voeren we eens in de zoveel jaar voeren we onderzoek uit. Dan doen we ons een hele beheergebied, dus dat zijn enorm veel wateren. En dan kijken we wat voor vissen er zitten. Of een bepaalde visstand de goede kant op gaat. Je voelt ze tegen het net aan tik al. Op een paar kleine aanpassingen na is de vispassage dit jaar goed bevonden. Oh, even kijken wat hierin zit. De onderzoekers hebben een aantal vissen opzij gezet om te laten zien hoe onder water al heel wat problemen zijn opgelost. Nou, wat we hier bijvoorbeeld zien, hier precies in de hoek, en dan hoop ik niet dat het aquarium overstroomt, maar dat is een bermpje. Nou, het bermpje is zo'n soort die ook van stroming houdt. En die gebruikt dus eigenlijk de vistrap en daarna het kanaal en de volgende vistrappen die verderop liggen om zijn nieuwe leefgebied te bereiken. En dat is eigenlijk ook het hele idee achter vismigratie. Ze moeten hun leefgebieden kunnen bereiken. En hier in de hoek zit een bittervoorn. Dat is voor Nederland een zeer beschermde soort. En de bittervoorn is nu aan het voorplanten en je ziet als hij precies het licht mooi pakt, dat hij ontzettend mooi geblauw gekleurd is en een mooie blauwe streep over zijn lichaam heeft. Nou, deze hele grote, dat is een typische Nederlandse vis, die vele mensen kennen waarschijnlijk. Dit is een zilt, prachtig beestje, heel zacht om te voelen. Dit is waar ik het voor doe en ik vind het ook fantastisch om te zien dat we nu zo bezig zijn met vismigratie en de aandacht die vis krijgt. En het leeft onder water, veel mensen zien het niet. Want dat is natuurlijk nog wel mooi dat hij nog steeds aanwezig is. Nee, dit is geweldig. Ja, dit is een vrolijke aal. En dat is toch eigenlijk wel het toppunt van vismigratie, zou je kunnen zeggen. Die zwemt helemaal naar de Sargassozee om zich daar voor te planten. En dat geeft ook wel belang aan natuurlijk van die vispassages. Want zo'n aal zou natuurlijk ook na 4.500 kilometer zwemmen hier bij een punt kunnen komen waar die niet verder kan. Dat is wel een heel triest verhaal natuurlijk als je 99% van je reis erop hebt zitten. En dat laatste stukje lukt dan niet meer.